Deze aflevering van Praten met Delfsen is mede mogelijk gemaakt door Quavita Watervitalisering. Gegarandeerd tevreden klanten, mensen, dieren en planten. Het is vandaag Oudejaarsdag 2015. Dat betekent dat ik eens even een kiekje ga nemen in de trefkoelen bij het 40ste Bukkum toernooi. 40 jaar geleden is het Bukkum toernooi als een soort van grap begonnen met vier man. Die zijn van jongens, deeldag in het café, komt niet goed. We moeten maar eens gaan voetballen. En vandaag is de 40ste aflevering. En ik ga eens even naar binnen een preutje maken met de oprichters, met de huidige PR-man, met de wethouder en met een aantal oude Bukkums en mensen die door gaan voetballen. Kom maar even mee, dan gaan we kijken. Nou, ik ben hier op het Bukkum toernooi 2015, de 40ste aflevering. En ik sta hier met een van de bestuurders. Ik ben de persman. Ik ben de PR-man. Je bent de grote PR-man. Ja, de grote. Bent de grote als ik, dus ja. Ik zal niet zo horen. Nou, de 40ste editie, jubileum vandaag. Ja, we hebben een feestje. We hebben gisteren al begonnen met de day before. Dat was al een feestje. En vandaag het 40ste voetbaltoernooi. Nou, de day before, dat is al die een dag eerder zeker. Zoals het in het Engels al zegt, is een dag eerder. Ja, dit is geen Dalsen, maar we kunnen het nog net verstaan. Ja, dan gaan we hier een stukje rondfietsen in Dalsen. Door het prachtige Vechtdal. Ja. En dan de hoofdzaak is fietsen, maar dan kan ook wel een borreltje aan de pas. Ja, tuurlijk, anders hoor je het niet vol. Nee. En heb je van de deelname had gisteren? 64 fietsers hadden wij bij elkaar. Het is bijna een record, vorige avond de 70. Met de 6 waarschijnlijk afgevallen. Maar die komt er volgend jaar weer bij, denk ik wel. Okay. Want we hebben wel een nieuwe hamers. We bestaan van 40 jaar, hoog 40 hè. Maar er komt steeds nieuwe hamers bij. Dus het snooi bloeit nog steeds. Ja, echt hoor. Ja. En de 40 jaar, de oprichters, die gaan ze ook even interviewen. Maar jullie zijn de tweede lichting bestuur, hè? We zijn de tweede generatie bestuur, ja. We hebben het in de vorige eeuw hebben we het over hem. 1999. De vorige eeuw, ja. We doen het over de 16e jaar en wij vonden het wel mooi, wij snel. Ook door hebben we verjonging ingevoerd. Ja, want het is natuurlijk een hele opgave zo'n toernooi organiseert, hè? We hebben de dank druk mee. Ja. Hey, en die fietstocht is goed gelukt. Geen ongeluk naar onderweg? Ik heb nog geen ongeluk gehad. De ambulance is er nog niet aan de pas gekomen. Nee. Dat komt wel eens voor, maar dit jaar is alles goed verlopen. Inclusief de plaspauzes? Ja, ook ja. Drie al daar onderweg, een klein stukje fiets. Ja. Oh, dat valt niet mee. En hoe ben jij er best gisteren? Uiteraard beginnen we bij het oude station. Dat is onze opstappunt. Ja. Vervolgens ben we naar, via de zuidelijke Vechtdijk in het mooie Dalsen. We deuren fietsen naar Café de Mol. Eigenlijk buiten de dorpsgrenzen, mag eigenlijk niet. Ja. Maar omdat we met zo'n grote groep zijn, kunnen we niet overal meer terecht. Nee. Dus we moeten een locatie zien te vinden waar we met zoveel man terecht kunnen. Dat is dit jaar de Mollenwest. De Mol in Bieden. Dat was uiteraard perfect voor elkaar weer. Even pauzeren en toen weer verder. Even een bier gedrinken, een gehaktballetje gehad. Toen vervolgens zijn we bij, moet ik even denken, hè? Op Mollenwest. nou, hoe heet het ook weer? De Boskamp. Ja, het is alweer lang geleden. Ja, het is alweer een paar uur geleden, ja. Bij de Boskamp bij een wandeling en toen uiteraard drinken we er ook een borreltje. Ja. En wat meer en nog meer. Zo. En uiteraard een uitgebreide maaltijd heb je er had. Keurige boerenkool, stamppot met worst, alles top en dran. Was keurig voor elkaar. Is er biertje drinken, is er een soort warming-up voor vandaag? Nou, dat is ja. Want, de spieren ben je nooit maken, hè? Ja. Maar ook, ik drink nooit te vallen, hè. Nee, altijd met mate. Met mate. Met mate. Hey, en vandaag is het toernooi. Hoeveel mensen voetbal ermee? Als het goed is, hebben we 20 teams die er meedoet. Dus nou, rijk minuut is bij die 10 man gemiddeld. Dus zo'n ruim 200 deelnemers hebben we dan. 200 man aan de bal. Ja. Doe je zelf ook nog mee? Ik heb net zelf 10 seconden gevoetbald. 10 seconden? Ja, het was mee, ik ben te druk met de organisatie. Ah. Jullie hebben ook allemaal teams met namen, met historische namen, hè? Allemaal historische namen. Allemaal buurtnamen, de Dalsen. Ja. De Bukkumbuurt, FC Bukkum, de Vechtdiek, Grettemoon. Maar jullie Dalsen komen mee te doen? Officieel is het een Dalsen toernooi. Iemand wel verwantschap met Dalsen hebben. Ja. Verwantschap met dorp Dalsen. Het is niet zo dat je in Zwolle komt, ik mag meedoen, maar als je dan in Zwolle woont en uw vader doet toevallig mee, dan mag je als zoon mag je uiteraard meedoen. Maar iemand, de oorsprong is Dalsenaar. Ja, en je hebt nu al de derde generatie denk ik aan de voetbal, hè? Ja, nou misschien wel de vierde. Vierde? Maar de oudste deel, ja, de eerste vraag niet. Anton Bodijk, geloof ik, die deed Veugen nog mee. Ja. Die is al in de 60, die heeft Veugen nog mee dan. Ja.
Ja. En de jongsten die binnen allemaal rond de 20 nog. Ja, jonger nog. Ja. Maar het mag dus, iedereen mag meedoen waar je maar band met dansen hebt. Juist, dat is wel de bedoeling. En dat is dus ook een soort, een klein beetje een soort reunie, hè, zo'n toernooi. Het is een weerzien van dorpsgenoten, ja. Ja. Ik hoop normaal, we gaan uiteraard in dorp Wettering, maar niet iedereen dus. Dit is een, wij noemen het altijd een feestje van erkenning. Ja, dat is ook wel mooi om even te vertellen, want de oprichters, die zullen het straks ook vertellen, die werd gisteren gehuldigd door wethouder Maurits van Martens. Gehuldigd? Gehuldigd. Als zijnde? Als, ook een soort als erkenning van het oprichten van dit toernooi, van de Bukkendoor, waar toch als status een huis in de... Ook met plapraat natuurlijk, hè, van Hollands. Maakt niet, nee, we willen dansen. We gaan plapraten. Als oprichters van dit toernooi, omdat het toch wel een groot evenement is, of groot evenement is, een heel bekend evenement in dansen, daar heeft de gemeente Dansen heeft besloten om de oprichters te bespelden met een geweldig speeltje van de gemeente Dansen. Nou, dit is wel leuk, ook voor en toernooi. Ze waren zeer onder indruk. Volgens mij was het frustratie een traantje weg moest pinken. Oh, oké. Okay. Ja, maar dat zal hij straks denk ik zelf wel vertellen. Ja. Leuk joh, en jullie stopten mee. Waarom is dit? Omdat je dus wat ouder wordt. Ben je wat ook ouder? En om het toernooi te waarborgen, om doorgang te vinden in het toernooi, hebben we besloten om na 16 jaar te stoppen als bestuur. Want officieel ben je bestuurslid. Ja. Niet alleen ik, want ik doe dit alleen, niet alleen. Ik doe dit met Alfred Beumer, Jurgen Roubé en Gerrit Veldhuis. Ja. Gevierlijk hebben we besloten om te stoppen. En ik moet zeggen, binnen 12 uur hebben we 4 opvolgers. Binnen 12 uur? En ik kan het nu wel vertellen, officieel maken we dat vanmiddag bij de prijsreiking bekend. Maar dat zijn Arjen Bos, Rick Hogekamp, Tom Kelder en Giel Huisjes. Dit is de nieuwe lichtingbestuur. Gevierlijk hebben ze sprongen eigenlijk een gat in de lucht dat ze het over mogen nemen. Ja, het is een erebaan ook. Ik moet het zien als een erebaan, ja. Ja. Verdient het ook nog hard of is het dan? Met dik geld mee. Ja, ik bedoel eigenlijk betaald. Ik heb al iedereen het, dat kost ons bij die gemiet van de 100 euro in, op jaarbasis. Dus we hebben op jaarbasis, dus hou ik het nog leeg aan. Ik denk dat ons dat dus zo'n beetje de 1600 euro kost hebben afgelopen 16. Hallo. Hou ik het leeg aan, maar ja. Dus investeert jullie dat toch maar mooi in de Delftse gemeenschap? Ja, dat doen wij. En we zijn nog wel redelijk bij kas, want iedereen betaalt uiteraard inschrijfgeld. Ja. We passen keurig ons geld en zelf vanmiddag ook tijdens de prijsreiking gaan we weer een aanzienlijke dag. Ik weet niet wanneer het uur zijn wordt. Vanavond nog niet, hè? Nou, we proberen het. Nou, de MM tot 4 wacht, maar ik mag nu al vertellen aan Dalsen TV dat wij 750 euro schenkt aan de voedselbank in Dalsen. Nou, dat is toch geweldig. Dat is niet de eerste keer dat wij aan de voedsel was geld. We hebben zo'n beetje 4 jaar geleden hebben we aan het KWF-fonds 500 euro geschonken. We hebben al vorig jaar voor de Sportfonds Dalsen hebben we ook een veiling gehouden hier. Hebben we een shirtje verkocht, bracht ook ruim 300 euro op. En jaren terug heb ik een keer voor de pastoor hier, was een pastoor die zit nog in Sri Lanka, dacht ik. Daar heb je ook geld ingezameld. Dus wij steunen altijd een goede doel. In de Dalsen uiteraard. Hartstikke leuk. Ik las in de krant ook dat jullie dit jaar een speciale, iets speciaals hebben met het programma. Ja, wij normaal hebben we gewoon toernooi. En dan is de nummers 1 en 2, die speelt uiteraard de finale van de beide pools. Dan strijden wij om de grote melkbus en de kleine melkbus hebben wij als prijzen. En maar dit jaar hebben we op de 40e editie is, hebben we besloten van, dat we allemaal tegelijk gekloopt zijn. Dus we gaan allemaal straks, de wedstrijd wordt in de pool gespeeld. Alleen straks eindigen we met een shootout. Dus als iedereen vanmiddag aan de koffie kan of aan het biertje kan tegelijkertijd. Een shootout? Een shootout. Dus gewoon alleen op de keeper af en dan scoren. Hij scoort, dan scoort hij. Hij niet scoort, dan scoort hij uiteraard niet. En dan wie de meeste doelpunten maakt, die is dan winnaar van het toernooi. En iedere deelnemer dat er aanwezig is? Alle teams zitten in principe vandaag in de finale, ja. Okay. Dat is omdat het 40 jaar bestaan dat je dan tegelijk het loor bent en dan tegelijk aan een natje kunt. Allemaal tegelijkertijd hier aan de toren van de Tergkoelen. Want oorspronkelijk in de Bukkenbuurt, dat is natuurlijk het centrum van de Bukkenbuurt, was Bernard van Mansie. Ja, dat klopt. En is dit nou elk jaar met het Bukkenbuurttoernooi nog weer een ontmoetingsplek of niet? Niet zozeer. We vergaderen altijd wel in de Bukkenbuurt. Dat is tegenwoordig dus in de Brinkhof. De Mansie is er ook begonnen op dezelfde plek. Ja. Dus dat is eigenlijk ons stamcafé. En door vergaderen we altijd. Dat is in principe in een hotel. Vergaderen wat er in de Bukkenbuurt. Dat is een vaste prik. Ja. Dat is een soort ijs. Ja. Welke prijzen komen we allemaal binnen? Ah, ik begin weer bij de melkbussen. De grote melkbus is voor de ouderenpool. De kleine melkbus is voor de jongerenpool. Voor de rest hebben we nog de slechtste speler van het toernooi. Dit is een ludieke prijs. Oei. Die kun je winnen als je
In principe ziet het op papier een slechte bijdrage aan het toernooi leveren. Maar dat is een ludieke prijs uiteraard. Bijvoorbeeld als je gisteren de val bent, dan vind je al gewoon die prijs. Ja. Elk jaar heb je een aantal genomineerden. Of je hebt een hele grote kans mis voor het toernooi. Dan kun je die prijs winnen. Je hebt zelf ook wel een keer een dag. Ja, ik heb nou, ik wil niet zelf in de borst komen, maar ik heb het eigenlijk zelf bedacht. Want in het begin hadden we ook nog een topscorer van het toernooi. Maar iedereen was heel druk met doelpunten maken. En dat kon ik eigenlijk niet zo leuk. Die heb ik er dus afgehaald. Daarom heb je de prijs slechtste speler van het toernooi gebracht. Ja. En men vond het toen leuk om die prijs als eerste aan mee te geven. Nou ja, goed. Ja. Ik vind het ook prima. Voor de rest heb je nog... Maar niet omdat je heel slecht waren. Nee. Want want ik was vroeger heel goed voetbal natuurlijk. Ja, heel lang. In de vorige leven. En we hebben ook nog een prijs van, ik ben hier wel, maar wat doe ik eigenlijk, Bokaal? Ja. Ik ben hier wel, maar wat doe ik eigenlijk, Bokaal? Dat is een prijs voor iemand die hier gewoon binnen kan lopen, die niks met het toernooi heeft, die niet mee gepiezen, die wint die prijs dan. Elk jaar vinden we wel iemand, misschien ben ik niet jaar wel die prijs met Jan. Wilhelmus is het, hè? Wilhelmus. Oké, maar is al bekend wie die prijs is? Nee, dat bepaald het bestuur? Ja, met z'n vieren bepaald dat, ja. Zo. Dan gaan we hier om uur of half vier bepalen, weer dat bedenken we zo in één keer en dan is er, de winnaar is dan bekend. En we hebben ook niet tevreden erebukken, maar ook nog, hè. Elk jaar is iemand die wat erebukken. Vorig jaar was dat beheerder van de trefhoelen. Ja. De oud-beheerder. Wim Hering. Wim Hering heeft maat. Hier is een zaal, de Wim Heringzaal. Die heeft ons 16 jaar heel goed begeleid en geassisteerd met toernooi. Die kon altijd alles regelen hier, dus daarom hebben we veel erebukken gemaakt. En die heeft in principe alle erebukkers zijn voor uren nodig. 39 man, als goed is, komt die vanmiddag allemaal. Ik heb ook niet verteld, alle erebukkers met uren nodig vragen. Dus ik hoop dat ze allemaal komt, we zullen het zien. En de erebukken, wanneer wil je dat? Op afspraak van de, ook van het voltallige bestuur. Bestuur. Ook die een positieve bijdrage aan de sport. Maar dat heb je al voor dit jaar al in de keuze? Nee, dat werkt ook niet. Moet hem bedenken. Ik ben nog wel druk met elkaar. Ja, kijk, we hebben de hele dag hartstikke druk eigenlijk. Wat ook mooi te vertellen is, we bestaan al verder al, maar hier in de Trefboel is een Bukkumzaal. Ja. Dus een Bukkumbuurt, dus is een zaal ons vernieuwd. We hebben een monument in de Bukkumbuurt staan. Op de Wilhelminastraat in de Bukkumbuurt. En er is tegenwoordig ook Bukkumbier. Ja. Dus het zegt eigenlijk al genoeg dat we toch wel vrij bekende Dals bent. Echt een merken van binnen. Ja, we zijn rijk, uit buiten. Nou, dan gewoon zo eens even mijn Bukkumbiertje drinken, ja. Dan denk je doorgaan. Nou, dan wacht je nog even mee. Okay. Dus, eerst een bij die voetbal en dan gewoon een Bukkumbiertje drinken. Nou goed, ik wens jullie hartstikke mooi. Je moet sowieso ook weer voetbal nemen. Ik ben zelf weer aan de bak, ja. Dus aan de bak, jongen. Ja. Doe je best, ik hou een film. Ik dank u. Ik hoorde net al van Herben. De erebukken van vorig jaar, die is er ook, Wim. Ja, dat klopt inderdaad. Mooi, ben je weer terug op de basis? Terug op de basis, ja. Nee, met zo'n bijzondere dag, dan heb je ook het gevoel van, als je aan spiegelt, hoor die bij. Ik heb heel veel jaren met de Bukkums samen dan, kunnen faciliteren, zeg maar. En wederzijds zelf een hele goede klik. Ja. Dus, helemaal nooit. Kon je wel een beetje in toon, want de Bukkums die drukken wel graag een biertje, hè? Die Bukkums die drukken graag een biertje. Ja, maar nooit te vullen, hoor ik. Nooit te vullen, ze weten precies wat ze doen. Wat dat betreft is helemaal geen probleem. Nee, jongens die... Maar ze zijn goed getraind, hè, dat is een voordeel. Ja. En hij nog een bult bekendheid gekregen door die titel van Ere Bukkum? Nou, ik woon natuurlijk in Limburgveld. Net ietsje aan de rand van, wel in de gemeente Dalfsen. Maar goed, op het moment... Ik heb de Ere Bukkum toestaan. En dan heeft hij al heel grappig gesprek van hoe zit dat? En dan krijg je gelijk een heel verhaal, hè? Want Bukkums en alles wat eraan zit, dat is gewoon heel bijzonder. Ja. Ja. Je hebt ook echt een soort trofee toestaan, een soort oorkonde of zo? Of ja, we hebben een wissel. Ere Bukkum is een wisselbeker. Oh, je moet hem weer inleven vandaag? Maar ik moet hem inleven. Ach. Ik leef hem weer in. Ja. Ik heb er een jork kunnen passen. En, wat is het voor symbool? Dit is gewoon een klein beeldje. Klein beeldje? Een Bukkumbeeldje. Ja. Ja. En weet je ook al wie hem dit jaar krijgt? Die weet niet. Nee. Verrassing, maar ik denk dat gewoon de hoogste verrassing is. Dat is de laatste, denk ik. Ja. Leuk. Ja. Ben je blij dat je weer in de trefkoelen bent? Ja, heel goed. Ik zeg net, het voelt nog steeds hartstikke goed. Ja, hè? Ja. Ja. Kom je hier nog eens regelmatig? Af en toe. En vooral nu in het begin dat ik weg ben, bewust, niet te vaak. Kom hier af en toe even een keer binnen, kom heel af en toe even. En dan, degene die er nu bent, degene die nu weer werk doet, die doet hun ding.
En die moet je niet voor de voet lopen. Mis je het ook erg? Missen in de zin, je denkt er wel eens aan. En af en toe word je zwakker en dan heb je een fles van, oh, zal ik dat nog eens doen? Ik, oh nee, hoeft niet meer. Nee. Ik hoef niet meer. Je bent een stuk rustiger gekregen. Ja, ja. Ik heb een stuk rustiger gekregen. Ja. Ja. Maar anderzijds, ik heb heel veel hobby's, ik kan me heel goed vermaken. Ja, heel veel hobby's. Ja. En ik heb ook, ik wist ook al heel lang van, nou, dan word ik 64 en dan ga ik ermee stoppen. Dus, nou, en het hele proces wat me maakt, de voorbereidingen voor het ontwikkelen van het nieuwe gebeuren, de bouwvoorbereidingen, de bouw zelf. En dan een half uur een slingetje geven, nou, dat is gewoon ideaal, dat is gewoon prachtig. Ik kan me voorstellen dat je aan duizenden en duizenden contacten per jaar, dat het toch wel even minder is. Ja, nee, zeker weten. Ja, ja, nee, dat is absoluut. Er is ook wel een feest van erkenning om hier vandaag terug te wezen. Ja, nee, zeker. Ja. Het is ook een feest van erkenning, ja. Ik het buk op te gooien, dus ja, het klopt dan in dubbele zin. Ja. Nee, het is gewoon voor heel veel mensen een reunie en een feest van erkenning. Heel veel mensen zien elkaar een jaar niet. Nou ja, en hier ook mensen, ja, die heb ik ook een jaar niet zien, wie is voor, dat is gewoon prachtig. Maar denk je, zo'n Bukkum toernooi ook nog de 80 jaar houden? Ja, dat is zeker. Ja? Ja. Hij ziet hoe de jongeren, de zonen van de nou, op een pick-up laatste jaren. Hij nou de eerste vier mensen die het ooit begonnen zijn. Nou, de tweede vier. En nou vandaag begint dan de derde vier. Derde generatie. Aan de derde generatie, Anna. Aan een fase, nou, dan kan je zien de derde fase. Nou, hij ziet dat dan de eerste twee, zeg maar, 40 jaar hebben volgehouden. Nou, dat betekent dat ze gewoon 20 jaar aan de bak moeten, die anderen. Ja. Je hebt alle vertrouwen erin. Ja, ik heb alle vertrouwen. Dat je nog 40 jaar nog kunt komen. Ja, nee. Nou, als dat kan, als je gezondheid ertoe lukt, ja, met alle plezier. Goed zo, bedankt Wim. Ja. Nou, ik heb ze eindelijk bij elkaar. Het kost een eventiet. Maar dit bent dan de vier oprichters, de vier geredden van het Bukkum toernooi. Dat is Bart Bergman. Willem Hendriksen. Ja. En Frits Moort. Ja, Frits Maart. En Paul Jacobs, hè? Ja. Is het Maarts of Moort? Maarts, maar ja. Je zegt Moort. Je zegt al die Moort, hè? Ja, ja, van de Moort, van de schilders. Hier draai je Henkie Moort. Ja, precies. En de Moortsen. De Moortsen, ja. Ja. Zeg maar, jullie bent de eerste Bukkums van 40 jaar geleden, hè? Dat klopt. Ja, we hebben er toen de tijd mee begonnen. Ja. Ja. Hoe kwam dat zo? Nou, dat was uit verveling. Vind je veel nu? Ja. Was niks te doen dan? Nee, nou ja, onze ouders die leren allemaal nog. En toen dan kom je toch wel bij de familie, Oudjaarsdag. Dat was vaste van de pandoer, hè. Dan ga je naar de ouders toe. En, maar ja, dan kom je elkaar weer tegen als vrienden, als maten. En dan de hele dag in de kroeg zitten, daar wil je ook niet beter gaan. Nee. Dus, en we sporten al allemaal nog. Dus we zijn, nou, uiteindelijk ben je weer wat. We gaan een putje voetbal, dat is altijd gezond. En ja, het is heel simpel. En Bart heeft wat andere jongens van vroeger, zeg maar, waar we ook in mee voetbal hadden in het verleden, bij elkaar gezegd. En het is erg spontaan zo ontstaan. En het is alleen maar groot. En jullie waren toen allemaal nog Dalsenaren, maar nog niet meer begrepen? Nee, we waren toen al niet echt een Dalsenaren. Nee, toen waren ze al op lucht. Toen waren jullie al weg? Toen waren ze al op lucht, hier, denk ik. Ja. Dus ja. Het is eigenlijk opgericht door een aantal mensen van Buttendalsen. Ja, 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 nou, maar we zijn allemaal in de Bukkumbuurt geboren, zeg maar. Echte, allemaal echte Dalseners. Ja, maar de Bukkumbuurt, waar wordt die precies eindigd? Ja, nou, Paul die heeft er wel een idee over. Want Bart die heeft net alleen maar spreuken en zegt, ja, ik kom eigenlijk uit de Prinsenstraat. Ja, ja. Ja, nee, ja, goed. Maar, de vluchteling. Ja, vluchteling. Maar goed, uiteindelijk komen we allemaal uit Oldendorp. En ik ben, zeg maar, die Bukkumbuurt, dat monumentje wat er stiet, dat is de doorende muur, zeg maar, 100 meter, dat was de Bukkumbuurt. Ja. En Paul, die woont midden in de Bukkumbuurt, ja. En Willem ook. Ja. En Durham hebben jullie het maar Bukkumbuurt. Ja, als we in elkaar dan met Oldio's kwamen elkaar tegen en dan kwam weer een bekende tegen. En dan zei iemand van, hey Olde Bukkum. He? Dat was een gewoon een kreet, als je elkaar er tegen kwam. Zo ging het met hem. Dus, ja, nou, ja. En weet je waar Bukkum vandaan komt dan? Nou, vertel eens. Dat is van Bokking. Ja. Bokking is een vis.
En de katholieken, ja, dat is Sam Willem, niet, dat binnen wij. Dit is een katholiek. Katholieken, wij mogen vrijdags geen vlees eten, maar nee. Vis. Ja. En daar was dan vaak op booking, hè, Paul? Ja. En een visboer woonde ook in de Bukkenbuurt. Wie was dat dan? Dat was lekker op Bukking. Ja, dat is gerookte haring. Ja. Nee, hoe heet het nu met de bijnaam? Kareltje Kolen. Kun je het hem even knippen? Nee. Joh. De spek, nee. Jan Keurgie. Jan Keurgie? Ja. Wie was dat? Dat was de visboer. De visboer. Stond ook op de markt, geloof ik, eens. Maar ja, dit was het hart van het ding. En later is het Ewald Kolen geworden. Ja. Wat ze allemaal woonden in Meijer en die woonden in het blok. En een Mansi natuurlijk. Ja. En die Bukking, dat is Bukking, is afgeleid van Bukking. Bukking is eigenlijk plat voor Bukking. En waarom hadden jullie dan zoveel Bukking? Was die goedkoop of zo? Of lekker? Ja, was goedkoop en ook wel lekker. En op de website ziet van, er was een volksbuurt en daarom hadden ze maar niet te duur. Nee, ja. Maar dat is het dus, omdat het wat goedkoop was. En als je uit de Bukking buurt, dat waren jongens die het niet altijd te breed hadden en de families. En een Bukking was een van de goedkoopste vleessoorten. Ja. Ja. En het Bukkum-toernooi, toen het toernooi een naam moest hebben, dan werd het Bukkum natuurlijk. En al die teams die meedoet, die hebben allemaal naam. Ude Dorp, dat Blieken, de Alde Bukkum. En de Diek, Veergezichten, noem maar op. Dus, wat is de Blieken? De Blieken. Ja, dat is de Blieken. Waar is dat? Blieken was, er waren er meer volgens mij in het dorp ook, maar als ik aan de Blieken denk, dan is het daar achter bij de Veergezichten, bij Moldor. Voor de kenners, het binnenplekje, bij mijn oma achter de garage en dingen, dat werd vroeger ook een stukje gras. Ja. De was neer. Door lengte ze de wassen neer, te bleken. Ja, de bleken. En sommigen zegt bleken, maar ik heb al die Blieken gezegd. Dus ik weet niet wat ik vaak heb. Maar die naam is al steeds niet bestaan. Maar wat ik ook even willen zeggen, toch in beeld binnen. We hebben de allereerste keer, ik geloof de tweede keer, misschien, die ook een Bukking, een Bukking in de goal hangen. Om hier de trefkoorden naar vis te laten roepen. Dat was een groot succes, want in zo'n Bukking weer, maar het hele complex, het leuk aan het einde van de dag. En dat heeft ze ons wel verzorgd om het niet weer te doen. Oh, daarom ging die traditie te zielen. Ja, dat stunk te vullen. Ja, dat was niet zo sterk. Ja, jammer hè. Ja. Want ik heb wel begrepen inmiddels, ik heb Benny Hoffenberg ook even gesproken. Die Bukking die kwam ook aan de deuren te hangen soms hè. Ja. Was het echt een traditie of is dat ook meer echt een verhaal? Ja, dat was een traditie. Er is nog Yvonne van Man, op Twitter, een heel mooi berichtje. 1930. Toen kwam de nieuwe bewoner in de Bukkenbuurt en die werd ontvangen. Ik 64 was dat, ik heb hem er zelf ook gezien. Ja, zie je wel. Maar dat verhaal heb ik dus ook al eens. Wil je ook wie erop stond? Nee, Meelnors. Meelnors? Ja, de naam Meelnors stond erbij. Ja, ja. Ik ken het wel. Nee, en wie stond er verder bij op? Dat vroeg u, dat was aan jullie. Nee. Ik ken niet. Maar dat was nog de oprechte Dalse kant. Ja. De oprechte Dalse kant. Ja, toen heb je in de zegende het woord Bukking. Ja, oh ja. En ik kon sinds 1930 maar één keer het woord Bukking vinden. Oh, en dan nog 11 jaar daarna nog een keer, las ik. Nou ja, vanaf 1974 toen begon het elk jaar. Ja. Dan hebben jullie toen kunnen zeggen. Ja, klopt. Ja, dat is hartstikke mooi. En dat het in feite weer opgepakt is. Ja. En ook, dat monument, hè, wat er toen opgericht is, wat weer een titi weg geweest is. En het mooie is dat wij bintjes allemaal verhuisd, hè. Paul en ik wonen in Groningen, Willem in Assen, maar Badje, die was natuurlijk ons grote steun en toeverlaat hier in Dalsen. Waarom ben jullie dan toch verhuisd, het mooie Dalsen? Ja. Jullie al die lofzang op Dalsen en dan ja, je wilt dus wat anders, hè. Maar ja, in Groningen zegt ze, andermans schuttels ben altijd groen. Andermans groen lekker altijd vetter. Ja, zoiets. Ja. Andermans bukkums ben altijd lekker. Schuttels, je bent altijd vetter. Zo was het. Ja. Maar ja, je blijft natuurlijk eens een bukkum, dan blijf je altijd een bukkum. Ja, dat zag
eigen ronde op de website staan. Hij woont hier in Amerika. En dat is nu ook met die jongere knaap allemaal. Die woont erin in Zwolle, die woont erin in Amsterdam. Maar alsjeblieft, buk hem, hè. Hier heb ik de eretribune, denk ik, want als ik zo naar de hoorklok kijk, dan ben jullie van de eerste lichting Burgums. Ja, zitten ja? Ja. Wat zegt u? Zitten wel hoor. Nou, ik kijk naar de onderkant. Jullie deden 40 jaar geleden daarmee, jongens. Ja. We zaten in het team van het Rode Dorp. Het Rode Dorp? Ja, het Rode Dorp, dat was natuurlijk de achterkant van de Wilhelminusstraat. En nou ja, allemaal van die dingen, Tranendal en dat soort groep maar weer, man. En wij waren naar het Rode Dorp. En woonden niet door dan met elkaar? Ja, ik ben zelf geboren in de Wilhelminusstraat. Naast de katholieke kerk. En als mensen denken, wie is dat ook alweer? Wie ja, hij van de Vechten hier in Dalsen. Dat is zoveel. Ja. Maar hoe is uw voornaam dan? Gerard. Gerard van de Vechten. Ja. En dat is? Klumper. Klumper? Klumper. Oh ja, ook wel allemaal hele bekende namen in de Wilhelminusstraat. Ja. En hier zit nog iemand, die had een hele mooie. Herman van de Vechten. Herman van de Vechten. Broer van Gerard. Familie van? Ja, ja, ook uit het Rode Dorp dus. Ja. Maar Klumper, ik kom niet uit het Rode Dorp, toch wel? Ja, op de Katholieke Kerken. Oh, dat is ook al bij het Rode Dorp? Nou, nee, denk ik net niet. Nee, het Burgerbuurt, hè? Dat is meer Burger, of niet? Ja, ik kom maar net bij de Burgerbuurt. Denk je gewoon, de Katholieke Kerk, ja. Ja, dan ben je Burger, zegt Benny. Dat heeft me net al verteld. Die grenzen. Maar de grenzen waren toen ook al niet dicht. Nee. Die was allemaal vrij verkeer mogelijk. Gelukkig niet. Er zit nog geen Burger tussen. Ben je ook een echte Burger? Nee. Nee? Ik ben import. Import? Ja, ik mocht ook nooit meedoen vroeger, hè. Oh, je bent al wel heel lang in Dalsen? 25 jaar. 25. En toen mocht je nog niet meer doen? Nee. Ik voetbalde wel met die jongens, dus... Ik praat ook al een klein beetje plaatjurken. Maar de Bukkum-toernooi mochten we nooit meedoen. Dat is niet zo. Moest je een echte Bukkum zijn, hè? Ja. Herman, je had nog een mooie foto, zijn ze net. Ja, dat klopt. Hey, die bij jou? Ja, zeker. Nou. Hey, die bewust meenemen voor vandaag? Nou, ik kreeg hem toegestuurd via Facebook van de week of zo. En, die heb ik ook, ja. Er staan een aantal jongens op in dit team, waaronder ikzelf, Gerard. En goed kijken hoor, want die hebben een klein voordeel. Ja, maar ik heb geen grote toestel. Tony Rijmert, Henk Rodenhoff, Henk Bos, Gerard van der Vecht, Benny Nijenhuis, Herman van der Vecht en Jannes Platje. Oh ja, Jannes is er ook bij. Ja, maar goed herkenbaar Jannes. Door. Ja. Maar het is wel een foto van, ik denk 30 jaar geleden bijna. Leuk, hè? Ja. Ik denk en dat was toen het team van het Rode Dorp? Ja, met de reclame van Grobé. Ja, Grobé die zat er natuurlijk. Ja, dat is de huidige eigenaar van Schilderbrei, Grobé, Tony Remmers. Ja, Tony. Ja, ja die kennen we allemaal wel. En Rodenhoff, de beheerder van SVD Kluggebouw. Dat hier. Ja. Leuk. En voetbal jullie nu niet meer mee? De knieën die wilden het niet meer dragen. De knieën die kunnen het niet meer hem? Nee. Ja, het is zo niet te zien, maar... Ze zitten best goed uit. Ja, dat liep zo. Ik denk dat jullie de jeugd een kans moeten geven, of niet? 20 jaar meer dan is meer als dat. Ja, deze is natuurlijk ook een beperkt deelname mogelijk, gezien een aantal teams. Is het Rode Dorp nog aan voetbal? Ik heb geen idee. Je hebt geen idee? Ik ken niet of er nee? Ja, ik ken er wel een paar van. Komen jullie elk jaar hier zo in kijken? Ja. En waar kom je dan? Speciaal voor de voetbal of voor de nazit? Nou, meestal om mensen te zien die je anders nooit ziet. Dus, of nooit, maar in ieder geval niet spreekt. En dat maakt het wel weer extra leuk. Ja, zeker. Want de meeste, die komt toch wel uit Dalsen nog, die hier loopt. Maar, dat denk ik wel. Je spreekt ze niet zo vaak. De jongere generatie die nog speelt en zo. Ja, die kennen je helemaal niet meer. Daar ben je kinderen van. Onze kennis. Sommigen wonen buiten het dorp. En vroeger mocht je binnen het dorp wonen, mocht je hier niet meedoen. Dus, nee. Nou, maar iets makkelijker worden. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat is ook voor de continuïteit van het geheel is natuurlijk wel veel beter. Hè. Dus, Nou, geniet nog even samen. Ja, allemaal samen nog mee. Ja, zeker. Wat hebben we hier dan voor gezelschap? Wat is hier aan de hand, jongens? Nou,
Dat kan hij het beste vertellen. Hij is heel goed in die woorden om dat te vertellen. Ja? Ja. Hij is onze spraakmaker, zeg maar. Is dit een team wat hier zit? Nee, het was. Nou, nog steeds. Het was een team. Er komt hoofd van team aan. Dit is Wim. Dat is hoofd van team. Ze wijzen allemaal naar elkaar. Ik bedoel, de solidariteit is groot. Ja, iedereen mag aan het woord. We hebben het overgegeven aan een jonge generatie, die zit daar. Maar jullie waren een team of zo? Meulendijk. Meulendijk? Ja, Meulendijk. Wonen jullie dan ook aan de Meulendijk? Of, absoluut. Nee, dat was helemaal wel. Ja. Meulendijk. Allemaal wel aan de Meulendijk gewoond? Ik wel, ja. Ja? Ja. Achter de Meulendijk, de Kerkplein. Kerkplein? Kerkplein, ja. Dat direct niet ook als Meulendijk? Ja, natuurlijk. De achterkant is Meulendijk. We doen niet moeilijk. Nee. Maar jullie hebben opvolgers, die gaat nou aan de bak? Ja, aan de bak. Gaan aan de warming up bezig. En jullie voetbal zelf niet meer? Jawel, alleen in gedachten. In gedachten? In gedachten, ja. Maar zo oud ben je dan nog niet? Nee, maar ja, de botten... Je gunt de nieuwe generatie een plek op de scoringlijst. Ja, juist. Want er is maar beperkt deelname over. Ja, daarom. Ja. Het is een unieke situatie. En Meldendiek, goede stoten goed voor vandaag? Absoluut. Ja? Dat wel, voor het eerst in de historie. Ja? Ja? Is dat Boma? Nou, dat is allemaal niet. Ja. Ik ben ook dames bij dit team. In het meeste team zie ik alleen maar heren. Maar... Alleen maar dames? Hoor de verzorgers. Vrouwelijke verzorgers, die werd er nog wel uit en mikte de trainer. Ja. Maar dat zal hier niet gebeuren, denk ik, want jullie hebben geen trainer, hè? Dat ligt aan vanavond. Je hebt geen trainer? Nee, dat ligt aan vanavond, hè? Jongens, succes, hè? Ja. Ah, jullie niet dachten, hè, 40 jaar alleen, dat je zo'n evenement van komt. Maar toen wij hier begonnen met die 2 tegen 2, ja, met de Wingels, op de middenlijn. In de rust een 2 bladen bier. En toen bier al was weer verder voetbal. Toen was het afgelopen, wat moet je nou? Ja, maar een klein krol. Dat was in de eerste jaar, Bart, hè? Ja, dat was de eerste jaar, ja. Maar toen had je ook maar een paar teams. Nee, we hadden 14 man bij elkaar en dus gingen we gewoon voetbal. 14 man, 2 teams. Ja. Dus, en dan was het gewoon lachen. En toen een jaar erop hebben we ook nog met die 14 man. En toen hebben we een toernooitje gemaakt van Laaks. En toen hebben we die naam. Met die verzunnen mee, dus in de veer gezegd, Achterhoek en zo, Traandal. Maar je bent al die heel soepel geweest in Boerzenverdam mogen komen, hè? Je hoeft niet echt uit Dalsen te komen, of nou, je wist eigenlijk wel wat uit Dalsen, met Dalsen te maken. Maar je kon geen ploeg uit hem zwolletje Nee. Dat was uit de Boerzen. Nee. Ja. Maar je hoeft niet in de Bukkenbuurten te wonen, maar een beetje bij Dalsendorp worden. Ja, het is gewoon vrienden, we hebben het liefst de vriendengroepjes bij elkaar kwamen. Dat is een gezelligheid. Ja. Dat is een hoogtepunt. Want jullie voetballen ook alle vier destijds? Ja, we hebben allemaal wel een voetbal, ja. En ook allemaal bij één club, één team? Nou, één afvallige. Eén afvallige? Ja, nee, helemaal niet afvallig, maar... Wij waren SVD is allemaal. Ja. En toen moest hij zo neurig weg. Voor carrière? Ik ben ook SVD'er geweest, maar ik ben later overgestapt. Je wil carrière maken? Ja, tuurlijk. Ik kon een hele goede... Pek Zwolle. Ja, nou, ik kon een hele goede transfer maken. Ik kan er toch weer mooie verhalen en, maken. En die jongens, die waren nog niet zo ver. Die waren toen nog niet zo ver. Hoe ben je wennen gewoon aan, Willem? Ik ben eventjes bij ASC geweest, maar op mijn 18e was ik ook al uit Dalsen verdwenen. Nee. Dus, toen was het toch een bekentenis. Ik ben ook weggegaan, maar dat was minder erg. Ik ben in Europe, heb ik een voetbal bij Honus. Honus? Ja. Waarom? Geen contract. In de pauze kreeg ik een stukje mars en na de wedstrijd mocht ik met de dames van Honus met die sporten en zo. Die werden de Natura betaald. Ja, bet die wel, ja. Die salarissen van tegenwoordig, die hebben jullie net aan jullie neus voorbij gehouden. Ja, te vroeg geboren. Hé, hey, maar Paul, ben je de acteur van het stel? Want ik lees elk jaar Oudejaarsdag. Of althans dichterbij, dan zit er een verhaal in de Delftse kranten. De auteur. Auteur, hè? Ja. Dat maak je altijd. Ja, dat is zo Guus. Iedereen doet wat Willem heeft voor het lieden maken, bijvoorbeeld die is weer meer muzikale. Ja. En Frits is slecht voor idee, maar ja, zo heb je altijd met die, hoe weet je nog, denk Dalsen aankiet. Hier welk jaar een soort oudejaarsconferentie in de Dalsen kranten? Ja, nou, daar heb ik nog niet eens aan de dag, maar ja. Met die van, nou wat we horen van jongens, dat is toch niet voor. Dat is toch niet voor dat we ons dat aandoet, zoals dat waterfront. Ja, dat was ook altijd een gevoelig punt. Ja. Maar, hebben jullie ook een mening over dan op zo'n moment?
Toen wel, ik dacht dat het ook wel duidelijk was, maar ja, nou, geef ze nu toch een kans. Ik zag in de prijs speelde, hoe heet dat ook alweer, de slechtste speler, kreeg de gemeente, kreeg ook een keer de prijs. Ja, 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 dat was jullie hebben dat? Ja, dat was in die tijd. Maar van de andere kant, we hebben ook een keer een hele delegatie gehad hier van BMW, in de tijd van burgemeester Smit. Ja, die zag ik net op foto's. Ja. Dat vonden we ook fenomenaal, hoewel de meeste bukkers na 10 minuten zeiden van gauw weer voetbal. Moet niet te langer duren dan maar. Nee, mooi dat je blij er bent. Maar gemeentes vonden jullie niet zo leuk als oud-Delsenaar. Nou, ik vond dat het op de verkeerde plek stond. Ja. Want gemeentes moet dan bij die midden in de gemeente staan en in het dorp. Meer midden in het dorp. Mensen die uit Nieuw-Leusen komen, die moeten ook een beetje vlot bij het gemeentehuis komen. En dan, nou, in een mooie plek, wat toch wel. Niet zo'n mooi gebouw op een hele mooie plek. Nou, daar werd best wel wat moeite mee. Want je komt van Groningen en dan kom je via Zwolle, Dalsen en dan zie je mooi die molen en dat toortje. En dan staat er ineens een visafslag van 100 bij 100 meter. Bukkinghal. Een nieuw gebouw wat een beetje. Jullie noemen de visafslag, het gemeente. Ja, visafslag. Dat leek het ook wel een beetje. Noemen we het wat. En het nieuwe waterfront, of weet je dat? Of we in Lauwers Oog waren beland, zo'n beetje. Wat vind je dan van het nieuwe waterfront? Nou, het wordt nu wel wat mooi. Ja. Beetje meer old style, ja, wel een beetje retro allemaal. Maar dat is nog beter dan allemaal die vierkante, niet zeggen de dozen. Hè. Dus het is wel een beetje dorp. Ja. Een beetje, Ik was nou benieuwd, de voetbaltoernooi, dat was leuk. Maar er hing ook altijd per definitie iets, ja, een biertje de hun er ook. Bij, en ook nog wel iets meer dan één, denk ik. Nou, heeft er nog spanning in de relatie, zeg even? Nee, volgens mij niet. Zo, wat is gescheiden, maar ik weet niet of dat. En zij kwamen heel moeilijk aan de vrouw door allerlei omstandigheden. Okay. Drink, drank en wat ook. Dus het is niet zo dat, zoals Benny Offenberg zei, van de vrouw die heeft wel wat gevoederd. Ja, ja, oh, ja, tuurlijk. Ik bedoel, wij. Net of Benny de Bever. Zeker, ja, zeker in het beginperiode. Dan gingen we door naar Henk Rotto aan de bruggen. Ja. En ik kan me toch wel voorstellen dat een paar van ons old en nieuw 12 uur niet meer gehaald heeft. Zeg nee, maar. Dat niet zo bewust, goed in drank komt. Niet zo bewust niet. Maar niet goed in dranken. wat is niet goed in dranken? Ja, ik vraag maar nou dat ik wies ben. Ja, ben je niet horen, wies. Nee, maar die. Goed, dat helpt ze aan. Ja, vroeger was het natuurlijk stuurloos. En ik weet niet of je het lied alles heen hebt, dus die het ook nog een beetje. Ja, ik heb het lied zelfs Bimmy. Ik denk, misschien is het wel leuk dat samen met hem zingt zo. Oh. Dat moet natuurlijk ook een beetje in beeld komen. Ja, nee. Dat zijn helemaal goed. Dat voor de vanmiddag om 4 uur met Dries en Rijks om in de zin. Oké, dan. Is de zaal vol? 4 uur dan wordt het lied is hem? Ja, 4 uur dat wordt speciaal aangekondigd. Onze accordeonist is er dan bij je. Dus, en die kan niet eerder en eerder gaan wij het niet zingen. Jan Wesseling die moet begeleiden, hè? Jan Wesseling doet dat, ja. Dus, we hebben er gisteren bij je gevraagd. En ja, dat kwam ook maar zo spontaan op. En Jan zegt, nou, dat wil ik wel doen. Dat vind ik hartstikke leuk. Kan Jan wel wachten. En Jan die speelt zo over het vaderland weg. En dat ging hartstikke leuk. En je hebt wel kans dat over 200 jaar, dat Bukkum niet, nog in het dialect. Want dus het is in dialect geschreven. En dat het over 200 jaar nog worden zijn. Maar zo kan het. Nou, als iedereen maar TV Dalsen dat vindt. Dan wereldwijd ontvangen tot in Groningen. Ja. En die wilt ook nog een Bukkum-vlag ontwerpen. Oké. Dus dat er ook nog een keer een vlag in de lucht in kan. Dus jullie blijven toch nog wel betrokken bij die. Ondanks dat er nou een nieuw bestuur komt. Ja. Nou ja, wij hebben gisteren al min of meer kennis gemaakt met het nieuwe bestuur. Ja. Dat is een generatie die wij in principe ook niet kenden. Nee. Maar hebben we gisteren al leuk contact mee gehad. En ja, dan horen die jongens. Maar mogen we op jullie nog wel een beroep doen? Ja, natuurlijk jongens. Zolang je ASC en SVD niet gefuseerd bent, kunnen we nog voor u. Oké, er is zoveel inspiratie te halen. Ja? Het blijft hier wel erg in dansen. Wat bedoel je ermee dan, zolang als je nog niet gefuseerd bent? Nou ja, dat moet het naartoe, maar hoe weet niemand gelukkig. En het zijn wel twee gezonde clubs, hè? Ja, het heeft wel een bijdrage geleverd. Ik weet ook niet of het nog per se moet. Of er ben weer te weinig ingevoerd. Maar Bart weet er wel meer van. Nou, ik sta hier bij een van de mannen, ook van het eerste uur. En ook een belangrijke man in de organisatie West van het Bukkum toernooi, hè? Benny. Ja, inderdaad. Ik was
de voorganger van Herbert en ik had vroeger al die teams, toen had ik 65 ik meer voetbal in het Bukkum toernooi. Ja, je bent ook een echte Bukkum, hè? Ik ben een echte Bukkum, ik woon in de Wilhelminastraat, naast tegenover Kappel van Hem. Ik woon nu de parkeerplaats is van de Jumbo. En ik woon in de Wilhelminastraat, waar nu de huidige nieuwe groentewinkel is. Dat is mijn oude zus? Dat is mijn oude zus en mijn broer toen ik kocht en die heeft het verbouwd en heeft eerst uitzendbureau in zitten en nu zit de nieuwe groenteboer. Ik ben een echte Bukkum. Ik ben een echte Bukkum. Daarom ben je ook vanaf het begin zo'n beetje BWS bij je Bukkum. Ja, ik ben vanaf het begin ben ik BWS. Je bent ook een echte voetballer. Ik was, ik heb vanaf mijn 12e bij Dallas in de voetbal. En wat deden jullie toen in de eerste jaren? Wat kun je er nog van herinneren, Benny? De eerste jaren, daar weet ik nog heel goed om. Dan ging we voetbal en dan ging we naar de tien naar Kool. En dat was soms wel voor de vrouw, toen in de tijd dat ik net getrouwd was, was soms niet zo gezellig. Nee? Maar dan kwamen we hier nu, ze hadden allemaal mooi stonden. Ja. En dan kwamen we van de kroeg in de warme kamer. En toen als het al dag was, dan viel we in slaap. Ja, dan maken ze zo'n 12 uur wakker. Dan maken ze 12 uur wakker. Dan zei mijn vrouw, nou, wel gezellig. En ik weet nog een keer, ik wil geen namen noemen, maar ik weet nog een keer dat bij iemand om 11:30 mooi zat, naar binnen toe ging. En toen stond er een bakkie met de kattenvoer. En toen kregen we moesten door wat drinken. En toen zetten we de bakkie kattenvoer. En er was een van die jongens die was bij ons en die dacht dat het chips waren. Ja, dat ben van die leuke dingen. Wat kun je nog herinneren nu, als je nog 40 jaar teruggehouden in de tijd, in de Bukkum tijd? Hoe zag het toen uit in Dalsen? Woon je door toen ook nog? Ja, ik ben er geboren. En in de eerste jaren, ik was een van de eerste die er kwam te wonen in die nieuwbouw door aan de Wilhelminastraat. Maar ik heb altijd in de Wilhelminastraat en dan uit de katholieke scholen. Dus dat was eigenlijk de pleiste plekken. Ja. En dan, goddanaam, ben vroeger, er stond al in de krant, Jo Pont, dat was vroeger, was het... De schulden en die woonden bij ons dan op de hoek. En toen kwamen die jongens van Cellen net wonen bij ons en dan gingen we voetballen in de straat en dan wilde jongen hem. En dan was ze bang dat het smullen was een keer een route. En toen baalden we er bij die van en toen een keer gewoon een stuk glas ergens opgehaald en dan laten van bij hem voor de deur. Oeh, en toen hij overal zoeken voor dat glas, voor die route gebonden. Maar was die gebonden aan mij dan? Wie was Joop Pont ook alweer? Joop Pont, dat was de oude Gobé. Ja. Dat was Jan Gobé zien, die ook altijd meer dan even bij de Bukkum toernooi, die nu nog scheidsrechter is. Die zien opa. En waarom noemen ze die Joop Pont? Omdat hij zo dikker was. Okay. Ja. En dan een pontje te vullen. Ja. Nou, Gerrit en Henkie de Graaf en opa, die woonden ook echt in de Bukkumbuurt. En dat vrouw is wel bekend, dan, als er wat was of zo, dan hing we in Bukkum aan de deur. Ja, is dat een verhaal of gebeurde echt? Dat gebeurde echt. Dat is echt gebeurd. Ja? Dat gebeurde echt. Ja, en toen kwam Gerard Gebeer, een broer van Jan Gebeer, die kwam er ook te wonen. En die was toen net getrouwd en zo. Ik bedoel, die kwam er ook wonen. En die hebben ook nog een Bukkum aan de deur. Maar die kreeg aan de deur hang, hij niet rap genoeg waar mijn buur zit? Ja. Als jij dan, laat maar zeggen, de buurt in uren gaan of zo, dan melden ze zich vanzelf wel. Weet je ook waar die Bukkum echt verdanken? Want er staat dan in de website van nou, er waren vroeger veel grote haren gegeten door zo. Nou, dat weet ik niet, maar we hebben nog natuurlijk wel, hebben we nog tegenover de Brinkhof, wij vroeger nog van de Vechten en die had een kolber en die had een viswinkel. Dat is toen nog de tijd. En toen kregen we wel van, we kregen een Bukkum bij ons in de buurt. Maar dat verhaal dat is al wel eerder. Maar dat weet ik ook niet precies waar dat wegkwam. Maar die had nog wel meer bekende namen door in de buurt, hè? Ook allemaal B-namen. Ja, dat was de Tukker. Dat was een van de medeorganisatoren, Wim, zijn vader, die had wel vroeger een smederijen. En door Noord zat wat nu de Jumbo was, dat zat vroeger Van der Linden. Maar de Tukker, ja, die noemen ze zo, maar precies begonnen ze de Tukker. Hendriksen was dat? Hendriksen, dat was Hendriksen. Die noemen ze de Tukker? Die noemen ze de Tukker. Ja, maar je weet niet waar het vandaan kwam. Kwam niet uit Twente? Nee, kwam niet uit Twente, nee. Of Sleurbevullen? Dat moet zo in Polen, die weet dat misschien wel. Ja, zo is in Vroeg. Ja. Ja. Maar er waren wel stukken van, Lemfrey, dat was allemaal mensen. Ja. Bernard van Mensie, Dat was een beetje het centrum toch van jullie? Dat was het centrum, door was wat te doen, laten we zeggen. Het café en de kerken.
En dan de Wilhelminazorg. En toen, na die tijd, heel vroeger, toen kwam de scholen bij de Bruinleeuwstraat. En toen had je bijwaan echt, maar dat was toen nog, dat waren de katholieken. Die voetbalden aan het ding, de protestanten, door aan het veld die. Nou, en daar begon de voetbal, laat maar zeggen, mee. Dat gemengd werd en zo allemaal. Was er echt nog een strijd toen? Dat was de echt, dat was, de dat was, ja, dat was echt een strijd. Ja? Ja, echt. Dat waren, ja, de Malachies, de oprichters, laten we zeggen, van AAC. Die jongens vroegen van de cellen, die kwamen als politieagent, die kwam vroeger, laten we zeggen, hier woon. En de jongens hebben eerst nog bij een studievoetbal, bij Nordic, die bij AAC. Ja, maar was het een sportieve strijd? Of ja, het is ook wel eens anders geweest. Ja, zeker wel, zeker wel. Ja, dat is nog wel eens. en dan liep me over de weg, dat was voor de rondweg, nog eens, dat was een onbevolkingsbelt. Nou, en dan als we er overheen liepen, dan waren we nog eens een keer de Joden en zo. Nee, maar dat was wel mooi. Maar het een toernooi is, dan mag iedereen weer aan meedoen. Dus verder geen. Nou, dat was eerst een beetje. Geen katholiek bol. Nee. Dat was meer kroegen. Het was meer de bezoekers van de kroegen en dan toen als vertier. Maar dan ging je in het café zitten, maar als vertier, laat maar zeggen, dan. Ja, dan kwam je smiddags om 3 uur of 4 uur, daarna laai je maar mooi staan. Hè. En toen heb ze dat allemaal zeggen, voetbal, en dan na de 10 nog ongeveer. En heb je die traditie ook in Eerhond, Benny, dat je nou soms ook nog een uur of helft toestond? Ja, zeker. Dat blijft zo? Ja, dat blijft gewoon. En nou, dan vanmiddag, omdat 40 jaar bestaan is, ik bedoel, maar dan wordt alle Erebukkums, die komt zoveel mogelijk nog bij elkaar. Hè. Ben je ook een Erebukkum? Ik ben ook een Erebukkum. Je hebt ook al een prijs. Maar ja, die is een wisselbeker, hoor ik net van Wim Wering, die moet je weer inleven. Oh, dat kan wel, maar die grote melkbussen die heb ik zeggen, toen in die tijd geschonken als wisselbeker, zeggen, ja. Voor, maar die hebben we in minder geval meegemaakt. Dat ze hier wegkwamen en dat achter de fietsen moest aflopen en dan dat was de bedoeling dat ze meenamen naar huis en dat ze dan de namen erop zetten, welke ploegers we hadden en de namen erop. Maar wij zijn weer gekomen, dan zat er door een deuk in en door een deuk in. Nou, mooi. Ja, vroeger in de buurt aan die bijvoorbeeld de vuilnisbelt, maar dan de Nimrod, die werkte bij de gemeente. Nimpie. Nou, ook zo'n naam. Maar dan weet ik nog wel dat op de vuilnisbelt, dan aan de, iedereen gooit alles weg hoor. En dan gingen we met de kattenpullen. Dan gingen we met de kattenpullen schieten en dan ging men wie kampioen van Dalsen. En dan ging we tussen mee en Henkie Nimrod. Nou, maar toen was het nog niet mooi genoeg. Toen was er een weddenschap. En het weddenschap bij Henkie Vertuus biedt de eerste een lampje kapot scoort van de toren van de Grote Kerken. En dat was ik toen. En het mooie was dat mijn zoon van het jaar, die ging op vakantie in Oostenrijk. En toen kwam weer en toen hadden we verdorie net een echte kattenpullen. Die hadden ze door gemaakt, die maakten van hoogste niet werken. En dan brachten we mee kattenpullen, omdat ik dat verhaal vorige week verteld had. Dus die waren een goede voetballer, maar ook een goede katapultschieter. Ja. Maar dat was heel mooi toen in die tijd. Ach, en zo hadden die zoveel van die streek. Met, mooi. Meestal, het is niet mooi om te zeggen, maar meestal waren we wat mee. Hier met een van de voetballers aan de bar. Het is Maurits van Martels. Maurits, je doet ook al jaren mee? Ja, nu een aantal 6 jaar ongeveer dat ik meedoe. Welk team zit je? Bij Oosterdalfsen. Oosterdalfsen? Ja. Maar je woont toch niet in Oosterdalfsen? Nou ja, het is wel het meest oostelijke deel van Dalfsen waar ik woon, Hessen. Dus in die zin zou je het bij Oosterdalfsen kunnen scharen. Maar ja, Oosterdalfsen is niet. Heel breed. Maar oorsprong niet, nee. Ja. Hey, maar leuk, je bent ook wethouder van deze gemeente. En ja. Gisteren was je ook al bij de Bukkums, hè? Ja. Want ik zag in de krant dat jullie iets als gemeentebestuur iets hebben toegekend aan de oprichters. Ja, een soort speeltje hebben we gegeven. Niet een soort speeltje, we hebben ze een speeltje gegeven van de gemeente. Aan de oprichters, aan de grondleggers van het Bukkum toernooi. Ja. 40 jaar geleden is het Bukkum toernooi georganiseerd. Ja. En 4 mensen hebben dat gedaan. En dat zijn Frits Maatsen, Paul Jacobs, Bart Bergman en Willem Hendriksen. Ja. Die hebben het van oorsprong bedacht. Want er was niks te doen op Oudjaarsdag in Dalfsen. Dus ze zeiden, we gaan een tijdje voetballen. Daarna lekker ouwe hoeren en een biertje. En dat concept bestaat nu 40 jaar. En als blijk van waardering hebben deze grondleggers een speeltje gegeven. Wat is het voor speeltje?
een speltje van de gemeente Dalfsen. En dat geven alleen bij bijzondere gelegenheden. Het is een officiële erkenning, zeg maar, voor mensen die iets bijzonders hebben gedaan. En we hebben er nu nog maar, we hadden nog maar 7 over. Nu zijn we er 4 hebben we ook weer uitgereikt. Dus we hebben er nog 3 liggen. Ah. En dat houden we nog even achter de hand natuurlijk. Voor als er weer een bijzonder moment is dat we iets kunnen uitreiken. En daarnaast willen we nog een keer in de toekomst een erepenning gaan ontwikkelen bij de gemeente Dalfsen. Zodat we dit in de toekomst ook echt vaker uit het laag kunnen trekken. Want heel veel mensen waarderen we gewoon voor wat ze doen in de samenleving. En daar is het voor bedoeld. Ja, maar deze mensen die zijn dan geridderd, zeg maar, tussen aanhalingstekens, omdat ze dat destijds hebben opgezet. Ja. He, dus sommigen wonen niet meer in Dalfsen, dus jullie letten ook speciaal op mensen die dingen in gang zetten, zeg maar. Ja, en we zeggen, het is weliswaar geen koninklijke onderscheiding, maar ik zeg wel bij de uitreiking, het heeft ons als gemeentebestuur behaagd om dit te mogen uitreiken. Zo moet je zien. Oké, er is zoveel inspiratie te halen. Ja? Het blijft hier wel even in Dalfsen. Wat bedoel je ermee dan, zolang als je nog niet gefuseerd bent? Nou ja, er moet het naartoe, maar hoe weet niemand gelukkig. En het is wel twee gezonde clubs, hè? Ja, het heeft wel een bijdrage geleverd. En ik weet ook niet of het nu per se moet. Of er ben weer te weinig dus ingevoerd in het Dalfsen. Maar wat weet er wel meer van? Maar die zegt er niks over. Nee, die zegt er niks over. Nee, is er iets op handen, Bart? Die boom er meteen. Ja, dus... Ja, je bent een soort informateur? Nee, gelukkig niet. Als ik doe, dan zeggen ze gewoon rechtstreeks. En gewoon niet dat ik stiekem iets bedenk wat sommige mensen met ogenblik doen. Nee, maar dan ging het meer over politiek in het dorp. Maar daar hebben wij ons nooit mee bemoeid. Nee, alleen met gemeentes en gemeentes. Ja. Hey, maar nog even 40 jaar, 34 jaar terug. Wie kent er nog een mooi verhaal uit die tijd? Vertel eens. Van alles wel, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Iedereen in het dorp had een bijnaam vroeger. Hè? Nou, we hebben wel eens in een... We hadden ook nog een tijdje een buggenborden. En daar hebben we eens gepubliceerd wat al die bijnaam waren en wie dat waren. En dan had je, vroeger hadden we ook Tik aan de kont. Tik aan de kont? Tik aan de kont. En dan hadden we het gisteren nog al. En was dat een bijnaam? Dat was een man en die liep de dorp in met zak het hem verder. Ja, doe maar hem. Dat is belangrijk. Dat is beeldig. Ja. Nou, dat giet, hè. Nee. Sprits die speelt no check aan de kant. En dan moet zeker de oude Dalfsen naar de Ron wie dat is. Ja. Die weet dat allemaal wel. Die weet dat. Echt de oude Dalfsen aan die weet dat. Ja. Maar midden in het dorp. En dan had je zulke mooie naam. Maar heel veel van die naam bindt hij nog wel. Hè? Zoals Sweepers, dat was Benny Offenberg. En nu nog eens een paar op wat. Waarom noemde die eigenlijk Sweepers? Ja. Dat weet bijna niemand dan. Nee, hoe die naam dan ontstaan is. Volgens mij had een bien, die was iets korter dan de andere. En dan zwiepen er nogal. Linkse? Ja, hij had het ene been, dat is zo. Hij had het ene been wat korter dan het andere, vertelde toen. Het had altijd een bijnaam, maar het had altijd wel een teken. Ja. Soms leuk, maar ook wel eens namen die minder leuk waren voor mensen. Sorry, neef van hoe die heet, Rooie Driekwart. Rooie Driekwart. Rooie Driekwart? Rooie Driekwart, ja. Hij had rood hoor. En altijd te korte broek naam. Driekwart broek. Nou, dan is die moest een doordraaien van zijn broer. Ja. En of ze die naam leuk vonden, dat weet ik niet. Nee. Sommige mensen moesten erom lachen, maar je had ook wel mensen. Die hadden liever niet. Er waren alleen maar overproden, niet meer. Wie? Cassis. Ook wel. Rooie Driekwart. Oh, er twee bijnaam dus. Ja, ik denk dat overdag Rooie Driekwart en soms Cassis. En jullie dan, of jullie familie, aan die ook bijnaam? Die is van mij wel. Hendriksens? Nee, dat was de Tukkertsmid. De Tukkert? Mijn vader die was hier midden in het dorp, Wilhelminusstraat 16. Die was het Smidsweg, je herinnert er nog aan. Die was door dorpsmid. Maar vroeger, die waren er een of zeven jaar, ooit ben je er een van de Tukkertsmid. Ja, ik ben er een van de Tukkertsmid. En wie worden verdanken? Ja, dat weet ik wel. Het was, voordat er de smederede was, is dat een soort kroeggewest. En dat heette de Drie Tukkertjes. En er stond op het uithangbord stond er Drie Tukkertjes, Drie Vogeltjes. Vogeltje? Een tukkertje, ja, ik weet niet wat voor vogeltje, maar een tukkertje was toen een vogel. En
misschien... Ik ben helemaal vertrokken. Maar en in feite is door de naam ontstaan. Dat, en wij waren jongens van de Tukkensmid. Ja. En die vonden het niet erg dat ze nee, nee, doen. Nee, ik wist het niet beter. Ik wist het niet beter. Nee. Ik ging het voor dat we dat hebben. Als je als kind hier in Durp, dan hoor je die naam. En dan hoor je later pas, over 10 jaar ja, of 20 jaar, dat zo iemand anders heet. Zo heb je Flippy. En die Flippy. Heet Flippy Gebee. Maar die heet gewoon Gerard Gebee. Maar daar kwam ik pas jaren later kwam ik erachter dat hij Gerard heet. Ja, je kent dus die echte naam, Gennie. Nee. En Keurgie hadden we ook, hè? Ik ken Jan Keurgie. Ja. Dat was hij ook alweer. Dat was Van de Vechten, hè? Ja, Van de Vechten. Dat was zwaar. Ja, je bent beter in de boer dan ik, maar... Ja. Dat was ook een slager. Ja, ik... Jan Keurgie was ook een slager. Ik zei dat met die vis. Ik moest door, zeg maar, reuzel halen. Varkensvet. Dat smeltende dan van de geslachte varkens. Maar hij had al Keurgies. Dat waren de kaantjes. En dat heet nou Keurgies. Ja. De kaantjes was gebakken spek. En, maar ja, dat door is er beroemd van de run. Jan Keurgie. En het is wel mooi. Als je in Dalsem bent geboren, dan heb je... Vroeger was het een klein dorp. En wij struinen rondom het Dalsem overal kwamen mee. En wij speelden ook wel op de boer. En dan zag je ook dat er koen werd geslagen. Ja, die werd geslacht. En dat je dat allemaal als kind meemaakt. En als je dan nu naar al die jongens ziet hoe zo'n dorp geworden is. Hè, een kleine stad eigenlijk wel. Waar je toch nog wel heel veel mensen kent. Maar ook heel veel mensen niet. Dan is zo dat hele gebukkelgebeuren wel een mooi bindmiddel. Dan zie je dat wij als ouderen nu ook weer kleinkinderen van onze vrienden van vroeger. Die loopt hier allemaal weer rond. Ja. En door alweer... kinderen van, weet je wel. Dus dat is, Bukkum is een geweldig mooi bindmiddel. Ja. En iedereen heeft wel, kan een beetje voetballen. En dat, daarom binnen we ook al die jaren hier blind kon. Omdat het gewoon, ja, toch zo'n dorp, je bent er geboren en eens een Bukkum, altijd een Bukkum. Gisteren zei al iemand van nou, het is, dat hele Bukkum toernooi is bijna een instituut ervan. En als je het zo bekijkt, ja, dan kun je dat ook doen. Maar het is vooral een heel sociaal gebeuren. Dat is één. We zijn er met over de misschien, want die heeft jullie gisteren ook onderscheiden, ja, hè? Ja. Paul? Ja. Wat heb je door voor moois op de borst? Nou, ik weet nog steeds niet precies hoe het heet, maar een erespeld. Ja. En ik dacht eerst dat het een zwevende steen was, maar ik ben dus de 5 segmenten van de gemeente. Ja. Nou, Nieuw Leuzen. Bonus. Je houdt de vingers ervan. Ja, hij kunt hier wel mooi. Je zit ook in. Je mama trouw op. Ja. En hij zegt zilver, dus ik kan Malti nog verpad. Ja, en ik sprug nog, ik zeg nog tegen Maurits van, kun je dit nu vergelijken met een koninklijke onderscheiding? Ja, ik zeg, want een koninklijke onderscheiding, maar de I dood God, dat moet je erin leggen. Ja. Maar hij zegt, nee, dat geldt niet voor dit ding. Ook I dood God, maar toch nogal. Dus eigenlijk is er meer weer. Dit is ook een soort onderscheiding. Ja, en dit is de kroning, dit is de officiële kroning die er weer is. Hij is koning Willem. Ja, William, het is wel. Een koninklijk onderscheiden, hij heeft niks aan, die mij niet verpatsen ofzo, die wil je weer teruggeven. Nee, precies. Ja, en jullie kunnen hem in geval van nood echt verkopen. Ja, nee, maar de kleine kern die er onderaan zit, dat is de Hoornhorst, hè? Ja. Die kunnen we nog een keer afhalen. Er is nog niks Hoornhorst, hè? Die brengt het minst op. Ja. En hij doorvoert wel bed, dat is niet best. Er is altijd nog wat rivaliteit, merk ik, hè? Tussen Hoornhorst, AC, SPD. Ja, ligt toch nog wel een gesprekthema, hè? Gezonde rivaliteit. Ja. Maar alle gekheid op een stukje, dit bent echt verrast worden, tenminste eigenlijk voor mezelf spreken. En hartstikke mooi. Dus nogmaals bedankt gemeente Dalsem, want dit ook wel eens tegen de deur aan de schub, daar ben ik heel eerlijk bij. Je wordt een Bukkumaan gemeente gang natuurlijk. Ja, dat niet met elkaar eens, maar nou, dat is, zal ik zeggen dat het nu weg is, maar nee, dat maakt een boel goed. Ja, vind ik tenminste. Je voelt er echt ja, Maurits. Ik heb meer jongen niet meer zo'n Dalsem gevoeld. Nou. Ja, Maurits heeft er wel werk van gemaakt. Ja, leuk. En jullie, ik heb ook van Bart begrepen,
jullie wonen nou met z'n drieën elders. Ja. Maar er is vaste prik dat je op dinsdag of een paar dagen ervoor, dan kom je bij Bart Logien, hè? Ja, klopt. Ja, is dat een beetje goed voor elkaar door het hotel? Bed and breakfast, nou jongen, dat is Hotel Halleluja. Ja, om aan de eigen kamer. Er zit ook een horeca bloed in, hè, in die familie. Dus dat, zeker. Dat kun je dan toch wel weer merken. S'morgens ontbijt stiet kloor, nou is ongelooflijk. Ja, als de gastvrijheid, hè, en dan mag hij, ja, geweldig. Alleen die stank van hem. Ja, dat is gewoon, die lui hebben een lucht. Man stond ook aan te wapperen met de wc, met de jas van de grots had ruïne zet, hè? Zeg het? Ja. Ja, dat was niet normaal. Wat een lucht. Dat is ook publiekelijk. Bukkenlucht? Ja, nou ja, echte Bukkenlucht, ja. Ja, moet ik je kunnen, hè? Weet je wat hij zei, Bart? Hij zegt, mag de hele boel wel opnieuw sausen, anders stinkt die lucht er niet uit. Nou, dat is toch wat. Ik geloof dat het moment nadert om jullie zelfbescherming te nemen. Ja, denk ik. Mensen, ik vond het hartstikke leuk om even met jullie te praten, met de oprichters van het Bukkum toernooi. Erg leuk ook dat jullie elk jaar weer met z'n drieën terugkomt en mag logeren bij Bart. Ja, hartstikke mooi. Nee, je moet, ik heb begrepen, iemand van jullie moet nog met de bus terug naar Duitsland. Ja. Want de trein ligt eruit. Die is nog langer niet thuis. Die is nog langer niet thuis. En nou die bom met ook al op. Erg bedankt voor jullie gesprek en voor wat jullie allemaal gedaan hebben. Hartstikke leuk, dank je. Hartstikke nog een fijne dag verder. Dankjewel. En graag tot de volgende keer. Wie ziet wel op televisie? Alsjeblieft. Doe eindelijk niet alles net als in begin.